Dit is Trudo FM. Trigger Finger en I Follow Rivers. En Vera Puts heeft ook al veel watertjes doorzwommen, als ik het zo hoor, hè, Joris. Zo is dat. Je zei net, welkom in het derde gedeelte trouwens. Je zei net, Vera, van ik ben er even mee gestopt, maar je bent nu terug begonnen. Vertel eens even. Nu heel, ja, inderdaad. Dat is eigenlijk een beetje toevallig. Het was zo, ik dacht op een gegeven moment van, ik had een burn-out gehad, hè. Dus ik heb 7 jaar lang niet gewerkt achter de schermen, buiten links of rechts een mini-opdrachtje, een casting of zo doen. Wel gespeeld. Hè? Op een gegeven moment dacht ik, goh, ik denk dat de tijd rijp is. Ik voel me terug goed genoeg om kleine opdrachtjes achter de schermen terug te doen, wat ik ook heel leuk vind om te doen. Hè? En ik dacht, weet je wat, vanavond ga ik eens, dus een bepaalde collega, die ga ik eens bellen om te zeggen dat ik terug bereid ben om dat terug te doen, terug op de markt ben. Hè? Nu, ik had de gedachte nog niet af en de telefoon ging, echt waar, onbekend nummer. Dacht, ik neem op. Was een vroegere collega van Endemol. Endemol heet nu Endemol Shine, trouwens. Hè, maar goed, van Endemol. En die vroeg of ik een aantal dagen een casting kon doen voor een bepaald programma. Dat heb ik dus nu afgelopen weken ook gedaan. Dus ben ik er nu terug weer, maar gedoseerd en met maten. Hè. Ik heb mijn lesje geleerd, want daarna spelen wij ook nog eens heel veel. Dus ik ga links en rechts in wat rustigere periodes terug proberen achter de schermen te werken. En voor welk programma mogen we dat weten? Daar mag ik nog niet veel over zeggen eigenlijk. Het heet La Mama, dat kan ik wel zeggen. Maar verder mag ik er nog niks over zeggen. Maar we gaan je niet op tv zien. Nee, nee. Achter de schermen was het. Ja. Ja. Vera, er zijn tegenwoordig heel veel nieuwe programma's waar nieuwe talenten ontdekt worden, waar nieuwe sterren ontdekt worden. Vaak worden mensen heel snel gebombardeerd ook tot ster. Welke raad geef jij mee als coach of als professionele actrice aan mensen die nieuw zijn, aan mensen die gebombardeerd worden tot ster? Want het kan allemaal heel snel gaan, maar het kan ook heel snel dalen. Dat is inderdaad een feit, wat je zegt. Nu, wat acteurs betreft, zeg ik meestal van, zie dat je niet zoals vroeger. Vroeger kon je echt zeggen, oh, ik zit naast een telefoon, ik wacht tot die rinkelt en dan stroomden de jobs wel binnen. Die een tijd is gedaan. Er is minder aanbod van werk voor acteurs, minder gesubsidieerde theaters bijvoorbeeld. En veel meer mensen die acteren. Dus er is niet voor iedereen constant een job. Dus er zullen mensen zijn, wie dan ook, die tijdelijk of lang, hè, zonder job zitten, ziet dat je zelf onderneemt, bijvoorbeeld zelf theaterstukken maakt, aan de man brengt, of dat je daarnaast nog een andere job doet in iets waar je goed in bent. Dat kan lesgeven zijn, dat kan van alles en nog wat zijn. Maar wel dat je nog iets hebt om op terug te vallen voor de minder drukke periodes. Anders zit je effectief simpelweg aan de dop, gelijk ze zeggen. En dat vind ik zelf toch niet aangenaam. Maar liever bezig, ja. Ja, en jij doet ook nog andere dingen daarbuiten. Buiten het met de media bezig zijn, buiten het acteren. Dus wat ik zei, dat werken achter de schermen. Hè? En wij hebben een theaterstuk, Karin Jacobs en ik, dat heet www.wijwillenwerk.nl. Dat we al meer dan 450 keer hebben gespeeld. Wij zijn dan twee figuurtjes van de VDAB, mevrouw Janssens en mevrouw Peters, die de jongeren in 1 lesuur onderdompelen in de do's en don'ts van het solliciteren. Door middel van sketches. Er zit heel veel humor dus. Er zit een rapnummer in. Er zit een jodelnummer in. Het jodel sollicitatielied. Er zit ook een cover in op een nummer van Lady Gaga. Het is voor de laatstejaars BSO, TSO. Dus leerkrachten uit Sint-Truiden en omgeving. Het wordt tijd dat jullie dat ook eens beginnen boeken hier in de Limburg. Want wij spelen heel veel in de provincie Antwerpen. Elk jaar trouwens in het voorjaar op de zogeheten schoolverlatersdagen. Hè? Maar buiten Antwerpen eigenlijk niet zoveel, buiten de provincie. En daar heb ik een afgeleide van gemaakt. Een soort van theatrale sollicitatietraining voor laatstejaars BSO en TSO. Voilà, een beetje op een luchtige manier, ja, het solliciteren. Ja, met rollen spelen, met heel veel humor ook. Dat mensen schitterend, denk ik. Als spelenderwijs eigenlijk leren hoe ze daar beter mee kunnen omgaan. En daarnaast speel je natuurlijk ook nog altijd Oude Koeien, want daar gaan we het nu wel over hebben. Binnenkort in Theater de Roxy, over een aantal maanden, 26, 25, 27 en 28 januari. Zo is het, dan sta je hier een paar meter verder in het mooie Theater de Roxy met Oude Koeien. Wie zijn Oude Koeien? Ik denk dan dadelijk, Oude Koeien, dat is hier, dat zijn oude vrouwen. Iets wat oudere dames, maar nooit oude vrouwen zeggen. Iets minder jonge dames. Rita, dat ben ik, en Nicoleke.
Dat is Karen Jacobs dan, twee madammen die eigenlijk praten over de dingen des levens. Ze zijn beide weduwe, maar toch wel op zoek naar een nieuwe man. En ze gaan los van elkaar, zonder dat ze dat van elkaar weten, eigenlijk via internet proberen een goede man te vinden. Ja, ik mag natuurlijk niet verklappen hoe dat afloopt, hè? Maar het zal voor te lachen zijn natuurlijk. Het is voor te lachen, absoluut. Ze zeggen, neem de zakdoek mee om de tranen van het lachen af te vegen. Er wordt ook in gezongen. De drie nummers zitten erin. Die Karen en ik zingen die samen. En de muziek daarvoor is gecomponeerd door de zoon van Karen. Dat is Jelle Kleimans. Die heeft dat schitterend gedaan. Ja, dat is allemaal op accordeon. Accordeonmuziek. Ja. Zal hij meekomen? Nee, nee, hij heeft de muziek gecomponeerd. Maar de jongen heeft zo druk. Ja, dat kunnen ook niet met live muziek werken. Dat is niet haalbaar. Hè? Ja, wat mogen de mensen verwachten als ze komen kijken? Ja, dat ze toch wel twee uitvergrote figuren zien. Zowel letterlijk als figuurlijk. Ik heb een serieuze XXXXL, extra, 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 extra large maat. En Karen heeft toch een serieus overbevolkt balkon. Twee typetjes is een groot woord, dus wel levensecht. Dus ik denk wel dat mensen zich heel goed gaan amuseren. Wat wij merken, de reacties van het publiek, is dat mensen echt een hele leuke, ontspannen avond hebben gehad en heel veel hebben gelachen. En als dat hier ook zo is in de Roxy, dan is dat voor ons geslaagd. Wel, verrassen. Ja, hoe goed ken je Sint-Truiden? Want je bent hier nu, voor een aantal maanden zal je terug naar hier komen. Ben je blijkbaar niet goed genoeg, want ik heb bijna een half uur hier door Sint-Truiden gereden met alle omleggingen en wegenwerken. Want dat heeft aan de wegenwerken te maken. Nee. Ik ken Sint-Truiden, eerlijk gezegd, ik ben er ooit geweest, maar zeer lang geleden. Ik ken het niet goed genoeg. Ik ga straks wel nog even op zoek naar een frituur voor een frietje te steken. Ik denk, neem aan dat ik hier in het centrum wel... We zullen je meenemen, we zullen jou wegwijzen. De casino zo daar, ja. We zullen je wegwijs maken, misschien bij Tian of zo. Nee, bij Tian, ja, inderdaad. Ah, oké. Ja, wat vind je van onze stad? Je kent het niet zo goed. Cultureel centrum ken je wel, neem ik aan. Ah ja, hoe noemt het ook alweer? De Bogaert? Nee, ik ken het niet. Sorry, ik was waar met de Vleming? Nee, nee. Dat is hier niet, nee. Dat is hier niet, nee. Nee, ik ken het niet. Sorry. Nooit in de Bogaert gespeeld? Ik durf het niet zeggen. Je hebt op zoveel plaatsen gespeeld. Op een gegeven moment weet je ook niet meer, hè, waar je allemaal gespeeld hebt. Dan rij je ergens naartoe, zeg je, we spelen daar en daar. Dan rijden we. Ik denk, ik heb geen idee wat dat is. En dan komen we, hier hebben we 2 jaar geleden nog gespeeld. En dan komt het allemaal terug, ja. Maar ondertussen is er ook al een opvolger van die oude koeien in de maak. In de maak. Vertel eens, waarover gaat dat gaan? Dat gaat eigenlijk... het is zo dat in de oude koeien, één zal ik het maar noemen, gingen Rita en Nicole elk jaar naar Tirol. Met een bus naar Tirol op vakantie samen. Naar Hotel Ampostoof. Maar op de een of andere manier gaat dat niet meer door. En zeggen ze op het eind van het stuk, weet je wat? Volgend jaar gaan we naar de Costa del Sol. Ah, heel goed. Dus het volgende stuk heet Oude Koeien aan de Costa. Aan de Costa del Sol. En dan zal ook Erik Goris meespelen. Die gaat verschillende rolletjes spelen. En de twee madammen gaan naar de Costa del Sol om gezond te leven. Dus diëten en geen mannen. Na alle miserie die ze in het vorige ding hebben meegemaakt. Dus diëten, niet te veel eten, geen alcohol en geen mannen. Je kunt al raden wat er gebeurt. Hè? Ik kan het al raden, ja. Van wanneer zal het te zien zijn? Want het speelt nog niet. Hè? Nee, het speelt nog niet. Dat gaat in première ergens begin oktober volgend jaar. Maar we zijn er nu al aan bezig, omdat heel veel werk is en niet iedereen altijd tijd heeft door andere werkzaamheden. Hè? En ook Jelle gaat terug de muziek doen. Dan is uiteraard al... het instrument is dan de gitaar waarop wat gespeeld zal worden. En er komen meer dan 5 nummers nu in. Dus meer dan... in het eerste stuk. Voilà, ze hebben ook alweer een primeur gekregen. Ja. Zal het ook te zien zijn in Theater de Roxy? Heb je al contact gehad met Gunther en Yves? We hebben nog een nieuw goed stuk dat we willen komen spelen. Nog niet, maar ik denk als het nu 3 keer vol zit... Dus de mensen moeten natuurlijk wel komen, hè, die 3 dagen in januari. Als 3 keer vol zit, neem ik aan, en ze vinden het leuk... dat ze ons terug wel terug zullen boeken. Dat zal dan begin 2019 zijn. Hè? Voilà, nog even, maar we kijken er ontzettend naar uit. Vera, een laatste vraagje. Over iets meer dan een maand zit 2017 erop. Oh, tijd gaat snel, hè. Tijd gaat snel. Ja. Wat zijn jouw grote dromen voor de toekomst? Grote dromen zijn eigenlijk... dromen van ik hoop dat ze uitkomen. Dat we heel gezond blijven. Heel belangrijk, toch? Laatste periode zou ook wel mensen weg zien vallen
die jonger waren dan mezelf. Dus gezond blijven, geen rare dingen meemaken. Met Karin Jacobs blijven spelen en hopen dat we nog steeds heel veel geboekt worden. Zowel met Oude Koeien als met Oude Koeien aan de Costa del Sol. En we hebben nog twee andere stukken voor jongeren die we ook spelen. Zodat dat professioneel heel goed mag gaan. En in het privéleven met familie en vrienden alles goed mag gaan. En zeker met mijn man, lieve Dirk. Nu 2 jaar gehuwd, 19 december zijn we precies, 2 jaar gehuwd. Dankjewel. Dat ook zo mag blijven. Goed gaan, hè? En wat mogen we jou wensen voor 2018? Voor 2018, eigenlijk alles wat ik net opnoemde. En voor begin 2018, 3 keer volle zalen in Sint-Truiden. Voilà, zeg nog eens even, waarom moeten de mensen komen kijken? Als u een fijne avond wil, gezellig, u kunt heel veel lachen, ontspannen, even alle zorgen aan de kant, alle zorgen opzij. Pretentieloze humor, maar je kunt er echt goed... En zeker voor de dames, heren ook welkom uiteraard, maar de mannen sleuren we er af en toe even heerlijk door. Maar gewoon afgoed en daarna drinken we het in de bar, hè. Voilà. Toch? En 2 topactrices en 1 topactrice was hier bij ons vandaag. Dankjewel voor deze leuke babbel. Dank u. Jij ook bedankt, hè. En tot in januari in de Roxy. Dankjewel. Vera Puts. Dit is Trudo FM. Trudo FM.